De situatie bij de Maritieme Autoriteit Suriname, MAS, is genormaliseerd. Naar aanleiding van de spontane actie van het personeel gisteren hebben MAS-directeur Michel Amafo en bondsvoorzitter Lloyd Reed gisteravond op het ministerie van TCT gesprekken gevoerd. Het personeel van de MAS had gisteren het werk neergelegd, waarna de directie de actievoerders met behulp van de politie van het terrein had verwijderd. De werkers gingen in actie omdat zij hadden begrepen dat er voor dit jaar geen salariscorrectie meer zou worden gegeven. Dit zou in tegenstelling zijn met een overeenkomst die bond en directie eerder dit jaar hadden bereikt. Toen was besloten om in oktober weer om de tafel te zitten om over een salariscorrectie te onderhandelen. In een persbericht geven MAS-directeur Michel Amafo en bondsvoorzitter Lloyd Reed aan dat zij deze aangelegenheid naar normale proporties zullen terugbrengen. Partijen zullen deze week nog praten over de ontstaande situatie en de voortgang van de dienstverlening van de MAS in alle rust bespreken.